Dit is Nakpraat. Dit is Nakpraat. Dit is Nakpraat. Iedere donderdagavond van 8 tot 9 op Breda Nu. De rapbol van deze week. Ja, en we schakelen de mondharmonica gewoon gezellig even uit, want het is weer tijd voor de ratpol. En Marcel, welke pol hebben we deze week? Nou ja, we hebben een zingbare pol, dus ik kijk Leon even aan of hij een liedje wil zingen. Weet je zeker of hij daar blij van wordt? Ja, hij doet het. Zing even de titel van de pol. Jingle bells, jingle bells, jingles all the way. Jingle all the way. Gaan we aftellen? Jingle all the way. Ja. Ik zal eens even kijken, ik heb hem al klaarstaan. Ja, daar dus, gaan we ook een jingle voor. Volgens mij gaan we gewoon beginnen met... De ratbol van deze week. Nummer 6. Juist, op 6 staat Foppen wil graag doppen, maar hij heeft zijn kop niet mee. Oh, is die zo lelijk? Ja, nogal. Ja, ja dus dat was heel goed. Hey, maar het wachtwoord werkt niet meer. Oké. Fantastisch. Ik kan het allemaal niet zo heel goed zien. Oh, wacht even. Mijn koffie staat ook al bijna in de weg. Ja, inderdaad, iets verzenden. Wat staat hij eigenlijk op? 6% hebben daarop opgestemd. Staat er ook nog maar net op. Dus Foppen, hè, want die, dat is onze kerstwedstrijd, hè? NAC Heerenveen. Ja, en die gaan we gewoon winnen. Zou hij er eigenlijk bij zijn, Foppen? Oeh, goede vraag. Weet niet. Ik weet niet hoe ver dat hij nog bij Heerenveen betrokken is. Zou hij beneden de poolcirkel willen komen? Inderdaad. Nou, ik heb begrepen dat zowel hij als Riemen van der Velde weinig meer te vertellen hebben bij Heerenveen op dit moment. Dus dat is ook de reden dat daar alles weer op zijn kont ligt en ook de technisch directeur weer gaat vertrekken daar. Klopt. Ja. Gaan we dat betreft gaat het weer goed. Klopt, ja. Dat doen ze natuurlijk netjes. Heerenveen krijgen we straks erbij. Dus weet kunnen we daar een liedje over zingen over Foppen. U kunt nog lid worden van de stichting Hak en Wak. Foppen wil pompen. Dat zou bijna zeggen. Maar hij heeft zijn kop niet mee. Nou, dan gaan we zo naar de nummer 5, 4 en 3. En volgens mij is er ook op volgorde van de rat nummer 2, nummer 3 en nummer 4. Dus dan kunnen we daar mooi... Die hebben allemaal 9%. Die hebben dan 9%. Zullen we eens kijken? De ratbol van deze week. Nummer 5. Op nummer 5 dus met 9%. Doe mij maar een sixpack bier. Ach wat, doe maar 2. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Jingle bell. Ja. Doe me maar een sixpack bier. Ach wat, doe maar 2. Ik ben niet zo zanger. Ah. Nee? Nee. Dat vind ik dan weer jammer. Zanger Marcel. Zanger Pino. Dat ruimt dan weer net niet. Had eigenlijk zanger Verschuren moeten vragen. De nummer 1 hitmix. Ja, bijna wel. Ja. Oké. Okay. Die Arno Verschuren, hè? Ik stond er eigenlijk niet bij stil, maar ik heb nog eens eventjes zitten googlen. Die jongen is pas 21, hè? Ja, dat klopt. Ik had zo'n idee, die jongen is al bijna 24, 25 of zo. Nee. Maar ja, in zo'n elftal ben je al gauw de senior. Dan hebben we Arno... moest ik nog even zeggen, dat viel me nog eventjes op. Arno Verschuren, pas 21 jaar. En al zo belangrijk. Ja, heel goed. Mooi. Ja. Dan is het tijd voor... De ratbol van deze week. Nummer 4. Ja, nummer 4. Met 9% ook. Volgend jaar Europa in of wordt het de KKD? Volgend jaar Europa in of wordt het de KKD? Keuken, kampioen, divisie. Ja. Daar willen we eigenlijk niet in thuis horen. Nee. Ik heb dat weer gezien. Ik vind het eigenlijk wel leuk zo met zo'n potje met Sparta, met Twente, met Go Ahead Eagles, Almere, Jong Ajax, Jong PSV. Ja. Leuke divisie, lekker zo houden. Vrijdag kwam hij wel goed uit. Ja, bijna wel. Ja. Dan weet je wel, zak eens gek doen. Ja, kijk wat hij. Ik heb nog niks gestemd, hoor. Kijk eens of hij... Ja, dan kunnen we hem niet wachten. Hij wat doen? Site. Ja, bijna wel. Ja. Nou, komt goed. Maar dan zit er niks anders op dan direct gewoon maar door te gaan met de nummer... De ratbol van deze week. Nummer 3. Op nummer 3 staat avondje nak dubbel zien. Dan telt hij ook voor 2. Ja, avondje nak dubbel zien. Dan telt hij ook voor 2. Deze is wel goed uitgeteld. Ja. Maar ik vond hem best moeilijk. Ja? Ja. Daar zitten geen buitenlandse namen in, hè? Dus of Marcel het niet over te geven, maar Nee, klopt. Ja, inderdaad. Ja, nou, we zitten al bij nummertje 3. Oh, nou, we zitten al bij nummertje 2. Nummertje 2? Maar dan gaan we echt naar de percentages toe, hè? Ja. De ratbol van deze week. Nummer 2. Ja, op tweede met 32%. Ja. Jingle bells, jingles all the way. Hartjes op een blauw shirt, dat vinden wij maar gay. Hey, ho! Ja, zingt het minste. Ja. Ja, snap ze het op de radio ook, hè? In mannelijke stories allemaal. Ja, bijna wel. Hey, maar hartjes, hè, dat zijn van die rode hartjes van die... Dat zijn die pompenbladen. Dat zijn helemaal geen hartjes. Van die pompenbladen, dat zei ik vroeger altijd, maar
is het niet. Dan worden ze kwaad in Friesland. Ja, zeggen, ja, 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 ja. Dat is hier geen hart. Dat is een pompenplein, jongen. Pompenplein. Ja. Dat kan je nou wat gooien. Oh, nee, wat zeg ik? Nou, ja. Maar ja, een beetje zo'n raar shirtje. Hè? Dat is een beetje zo'n alsof ze een Friese vlag omgewikkeld hebben en dan zijn gaan voetballen. Maar ja, het ziet er een beetje raar uit. Hè? Maar ja, ze vinden het helemaal fantastisch. Ze hebben heel wat Friesland gecultiveerd. Ja. Fries dit en Fries dat. Ja, maar Cambuur niet leuk trouwens. Nee, Cambuur is anti-Fries. Ja, die zijn echt stedelingen. Echt anti-Fries. Die zijn anti-Friesland. Ja. Die zijn anti-alle Friese uitingen en zo. Die zijn er helemaal niet... Die zijn er helemaal klaar mee. Ja, dat Friesland cultiveren wat ze daar in Heerenveen doen. Een dorp van 20.000 mensen. Ja. Het stadion is een grote, zeg maar. Ook al zou iedereen in Heerenveen in het stadion gaan zitten, is het nog niet vol. Ja, dat is echt... Ik geloof dat er 24.000 of 25.000 man in kunnen. Ja, dat is al lang niet meer, hoor. Die zitten er al lang niet meer. En die kunnen erin. Ja, die kunnen erin, maar die zitten er niet. In Leeuwarden zeggen ze ook helemaal geen Heerenveen, hè. Dan zeggen ze DKV, volgens mij. DKV? Ja, 30 kilometer verder. Aha. DKV. DKV? Ja, dat is ook... kunnen wij Tilburg voor het ook gaan noemen. Ja. Dat is 21 km. Maar werk jij? Ik werk in DKV. Maar zo? Zou ik heb nooit gehad bij topografie vroeger. Zou daar een TKV'tje zijn? TKV, 22 km. Volgens mij zit dat ook een TTKV'tje. 22 kilometer verder. Net echt. Maar de nummer 1 is altijd voor jou, Marcel. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Als Leon even gaat zingen. Doe eerst even. De ratbol van deze week. Nummer 1. Jingle bells, jingle all the way. Die gozer met die dreadlocks daar, heet hij nou Lee of Lee? 35%. Ja, 35%. Ik wou net zeggen. Heet hij nou Lee of Lee? Ja. Hey. Je zou maar 35% van de stem hebben gehad. Ja, hij valt in de smaak, hoor. Hij heeft al 34 man gestemd. Zo. Dat is wel heel waar. Weet je nou Lee of Lee? Ja. Dat weet ik nog niet. Ja, ja, we kennen hem pas net, hè. Dus hij zit op sinds de zomer bij NAC. Maar we zijn weer terug bij af, hè, wat dat betreft. Maar ik kan me nog wel filmpjes uit de beginperiode, uit de voorbereiding herinneren, waarin die aardig aan het zingen was, toch? Die kan goed zingen, hoor. Lee kon het wel aardig zingen, ze waren onder indruk. Al die nieuwe spelers hebben al zo'n traditie, hè. Dat doen ze dan altijd als je als eerste bij je eerste interland speelt, als je eerste bij de selectie zit of zo. Met een interland of zo. Dan moet je een liedje zingen. Dan hebben de clubs dan overgenomen, die traditie. Dus als je nieuw bent bij een club, dan moet je als nieuwkomeling een liedje zingen. Nou, hij zong de Sterren van de Hemel daar in het hotel trainingskamp waar ze zaten. Dus ze waren zwaar onder indruk. Dat was ook echt het enige waar ze het over hadden. Dus zanger Arno krijgt concurrentie. Krijgt concurrentie. Van onze grote vriend Lee. Ja, de nummer 1 hitmachine. Greg Lee. Greg Lee. Bijna goed. Ja. Ja. Mooie artiestennaam, hè? Greg Lee. Greg Lee. Gregory. Ladies and gentlemen, this is UB40 featuring Greg Lee. Gregory has left the building. Ja. Dat zou best wel eens kunnen. Ja. Ik heb een jingletje van maken. Ik kan Hans kopieert het weer draaien, want die draait altijd een UB40. Netjes toch? We liggen wel aardig op schema. Ja, volgens mij wel. Ik vind dat wij heel goed gaan. Het gaat goed. Het gaat heel goed. Bescheiden houden. Ja. Hey, wil je die ratpol beïnvloeden? Kijk even op www.derat.nl. Ja, hij staat er nog even tot 16 december op. Of ja, zo, daarom dus, ook. Dus onze lol op. Ja. Daarom ook. Tot 16 december maar? Ja. Oh, jammer. Ja, dan is de kerst. Dan gaan we weer een andere kerstpol verzinnen, denk ik. Ja. Dus is vast toch wel iets weer te verzinnen, denk ik. Ja, we moeten eigenlijk iets echt Heerenveens verzinnen. Ah, er gebeurt al wel iets met iets Heerenveens. Echt iets, een beetje suikerbrood. In het Fries. Heerenveen, daar woont de kerstman toch, hè? Daar, ja, volgens mij. Ja, daar rijdt hij aangesleten, klopt. Dat is 11, dat vertrekt hij altijd. Ja. Zo noordelijk is dat. Ja, ja, goed zo. Ja, maar ja, nice. Het is een thuiswedstrijd, hè, dus we kunnen met onze kerstmutsjes gewoon in het NAC-stadion zitten. Ja, durende die wedstrijd. Keurig. Zeg Sander, hebben we nog muziek? Ja, en een leuke. En dat is? Ja, ik neem aan dat die op volgorde erin staat. Dus ik zie hier LED Zeppelin staan. Ja. Oh, heel goed. Ja, goed zo, die zijn goed. Ja. En dan hebben we geselecteerd Rambling On. Yes. Hij komt altijd heel zachtjes op die plaat. Zeppelin, hè? Die gaat heel langzaam. Ja, moet eerst opstijgen. Ja.